Michel Bleekemolen, ex-Formule 1-coureur. Een legende, een levende legende. Twee zoons die ook nog ontzettend goed zijn. En jij zelf volgens mij ook nog. Is dat zo? Ja, ik ben nog af en toe wel aan het racen. Buiten de business, waar we ook alles met auto's doen. Ja. En karts. En ja, ik vermaak me nog prima. En ik rijd nog steeds niet achteraan. Dus dat vind ik leuk. Nee. Race Planet is ook voor jullie? Ja. Daar, kun je er wat over vertellen? Ja, daar vermaken we 450.000 mensen per jaar. 450.000? Dus dat doen we allemaal op de indoor-kartbanen. En de kinderspeelplaatsen indoor. En hier op Zandvoort natuurlijk, hier hebben we 120 auto's staan. Nou, van allerlei... 120? Ja, allemaal snoepgoed, allemaal de mooiste spannende dingen. Jongensdromen, Sjaakie in de chocoladefabriek, voel ik me. Ja, nou, dat is het. Want als je de mensen ziet die hier gereden hebben, dan dan zijn die allemaal dol enthousiast. Wat voor auto's hebben jullie hier staan, Michel? Oei. Zullen we even gaan zitten dan? Ja, dat doen we zo meteen. Nou, ik durf haast niet te vragen. Want... Ik kijk wat het makkelijkst is om te vertellen wat ik nu zie. Mercedes Sports hebben we. We hebben de allernieuwste McLaren's. Die uiteindelijk uit de Formule 1-fabriek komen. We hebben Lamborghinis, net nieuw vandaag al. Oh. Dus we zijn heel erg weer... Het gaat goed, de business. Dus we zijn wat nieuwe auto's aan het maken. Bestellen. En ook aan het maken, want we moeten ze altijd toch aanpassen, die auto's. Dat doen jullie zelf? Ja, dat doen we zelf. Want je moet andere remolie, andere remblokken. Want je maakt hier toch wat andere remkilometers dan normaal. Michel, ik durf het bijna niet te vragen. Echter, zouden er een paar rondjes voor mij in zitten? Zou moeten. Als ik je heel, heel aardig aankijk. Oké, we gaan het doen. Echt waar? We staan nu toevallig bij een... je mag uitkiezen. We hebben daar, we hebben hier. Maar het oranje. Ik vind dat kleurtje, beetje, dat staat We zijn wel. Een beetje oranje gezien, ja, toch? Ja, ja, dus, kijk maar. Hè? Oranje. Dat gaan we daar doen. Oké, zal ik rijden of rijd jij? Nee, doe jij het alsjeblieft. Okay. Maak mij maar gek. Nou, stap in. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een momentje om te filmen natuurlijk, hè. Dat gaat wel gebeuren nu. Zeg. Je voelt hier geen kracht, hè? Die nek die gaat helemaal de hoek in, jongens. Hier, ja, ga nog eventjes. We komen bij het rechte eind? Ja, we komen nu weer terug. Oh ja, stuk. En hoe hard gaan we dan zo meteen? Nou, we gaan het kijken. 206. 230, 240. Ja, natuurlijk. Ja, een beetje remmen. Ach, doe maar eens gek. Oh, oh. Hoe vaak heb jij dit circuit nou niet bereden, Michel? Hoeveel rondjes zou je gereden hebben? Dat valt. Oh ja, ik heb natuurlijk vroeger veel gereden en ik race tegenwoordig bijna nooit meer hier. Oké. Dus. Tjonge, jonge, jonge. Nou ja, dan heb je een idee. Een idee? Ja, dat is toch een jongensdroom dit. Tjonge, jongen. Dat geluidje ook, zeg. Ja, mooi, hè? Ach, man. Het schakelt ook heel mooi. Ja. Super mooi. En je zit er ontspannen bij. Oh. Nou ja, dat mooi bochtje dit. Hoe heet deze? Deze is de S-bocht. Oké. Nou, met name een S. Ah, jongen, geweldig. Mijn dank is groot. Ja. En, nou, we alles droog houden, keurig. Ja, een beetje luier aan, helpt dat, ja. Oh ja, lekker. Tjonge, jonge, jonge. Dat is niet normaal, dit. Het is allemaal, zoals ik al zei, droog gebleven. Maar dit is een coureur met zoveel ervaring. En die nek, helemaal te gek.